Het is weer vrede midden, maar het week kan varen door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 willen de Vries, je radio premier. Voor. Waar ben je? Ik ben Heer Jaap. En ik ben Bouke. Okay. En je zit hoe lang al in de organisatie? Nou, niet hier. Want we bekijken hier gewoon wel eens. Ik dacht dat het al vaker was hier. Nee, dit is de eerste keer. Dus heel spannend. Ja. Oh, nou, ik dacht dat je met, nou, dat komt zo normaal hoor. Ja, prachtige naam. Ja. Professioneel, hè? Ja. Ja. Meestal hij dit de eerste keer net. Ja, had je het voor de eerste keer, dan maakt het goed doen. Ja, wat voor festival werd het? Ja, Scots en Skeef. Ja. Er komen Scotse bands en er komen Nederlandse bands. Er wordt van tolven tot tolven. Ja, het is eigenlijk een muziekfestival, maar eromheen authentieke spullen, zoals de Highland Games. Ja. Dus, ja, maar toch geen vreemd, want ik vind Scotland een prachtig land, dus voor mij maakt het er elke dag ook in. Maar hoe ben je zo bij Scotland gekomen? Ja, nou, we hebben in Drorip in de kroeg en hebben wij best wel vaak een bandje uit Scotland te spelen. En nou, de man zit er daar, hè, de Café de Pastoor en Dirk Gillebaat en Gerrit Poortinga, die regelt dat meestal. Ja. En die zitten dan tussen, want die heeft daar goede contacten. En die heeft ooit een keer zo'n van, nou, kunnen we net eens iets met doen? Gewoon een leuke dag organiseren en dan, nou ja, Scots en Skeven, hè, dat zit ik een beetje natuurlijk voor, hè, het gekken natuurlijk, hè, de Leeuwarder uitdrukking, zeg maar. Maar ja, en nou ben we hier. Dus van dat gesprek onder bar ben we in één keer tot een festival komen. Dus, ja. Nou goed, en Gerrit Bellamy en die gaat er straks in het volgende ik nog even spelen. Ik zei al, doet even een weekend van voren. Ik heb even een leuke reclame met je mensen nog kaartjes, capeje. Maar maakt ze dat capeje of is het vrij toegankelijk? Nee, ze kunnen het capeje via de website scotsescapefestival.nl. Zandje 50 in de voorverkoop en 24 euro in de kassa. Okay. Wat is er al je te dwaan? Muziek. Ja. Spectaculaire opening om te voeren. Dat verklappen we natuurlijk. Daar ben ik al wel bang voor, ja. Highland Games, daar kennen meestal ik zelf een mooi man. Er wordt demonstraties doen en vervolgens kunnen ze dan zelf een demonstratie bijwonen. Ja. Ja, en daarna is de zweef. Heel Scots. Ja, nee, dat is dus het skeven erom. Dus je de Scotse bands, maar ik het skeven vooral. Dus. Ja. En maar we misschien al een skeven hoes, of je dat de bedoeling net? Nou ja, dat is wel hartstikke mooi. Je, het mooie is een heel groot gedeelte van de organisatie die hierin zit, dat zit ik in de Riepste merken. Ja, dat weet meestal in Friesland wel. Dat is natuurlijk een fantastisch feest. Ja. En ik qua onklaring is dit gewoon, ja, hey, het is net zo dat je echt in Scotland wanen, want we willen daar wel een beetje los van steen. Maar het wordt echt wel fantastisch. Het hoofdpodium. Wordt een gigantisch kasteel en het wordt echt. Je krijgt wel een hele mooie indruk als je er binnen. Ja? Dus ik zou zeker, had je gewoon van goede muziek hoor en een goede sfeer en een goede organisatie, dan zoek ik zeker 4 september gewoon naar de Riep komen. Echt. Ja. Ik vind wel eerlijk zijn dat je me in kilt matten. De week. Ja? De organisatie gaat in kilt. Goed zo. Maar niks eronder, hè? Ja, ja. Dat hadden we niet voorspeld. Laat maar. Jongens, even de muziekbands. Nog even, wat is die een paar leuke bands? Vangrail, Div, Scrum. Scotse bands natuurlijk, ja. Three Quad Trick, Woodworks, genoeg. Ja. En Hop Scott erbij uit het muziekwereldje. Ja, dat dus, vind ik mooi, maar de bands. Dus, Oké. Ja. Ja, leuk man. Er is een site, neem ik aan. Ja, www.scotsescapefestival.nl. Daar zit alle informatie op, kun je kaart bestellen. We hebben Facebook, Twitter, dus er is overal informatie te vinden. Net steden erin, zitten wij dan. En er is een. Oh, daar is een krant uitgebracht. Oh, prachtig, mooi festivalkrant. Maar de hoofdsponsor Edelman. Ja, 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 sorry. dat hadden we beloofd. Ja, maar nog wel mijn baaskat, ze scheef. Nou, oké, inderdaad, jongens. Nou, goed, daar is die momentje gewoon, ja, toch? Ja, natuurlijk. Jongens, succes. Ik vind dat een heel leuk initiatief. En nou, Gerrit vertelt er straks nog wel meer hoor. Leuk dat we erin winnen. Ja, nee, hartstikke bedankt. Ja, je maar lekker door. Ja, 5 september, jongens. Goed, mooi doekje.